Het verschil tussen de theoretische berekeningen van vliegtuiggeluid op de laagvliegroutes en de feitelijke metingen van het geluid van de belevingsvlucht is 3 tot 7 decibel. Minister Van Nieuwenhuizen schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat zij dat verschil marginaal vindt. Daarom hoeft er volgens haar geen nieuwe milieueffectrapportage te worden gemaakt en kan het proces rond de openstelling van Lelystad Airport gewoon doorgaan. Maar de onafhankelijke Nederlandse Stichting Geluidhinder begrijpt niet hoe de minister tot dit oordeel heeft kunnen komen. De minister die praat er wat omheen, want eigenlijk is dat een hele vreemde conclusie die door de minister getrokken wordt. Dus of er nou 100 vliegtuigen vliegen of 200 vliegtuigen, dat is een toename van 3 decibel. Ja, dat kan je toch niet echt bagatelliseren, lijkt mij. De regiegroep die door de minister zelf in het leven is geroepen om de geluidkwestie rond de laagvliegroutes te beoordelen, voelt zich niet serieus genomen. Gisteren stuurde die regiegroep een felle brief daarover aan minister Van Nieuwenhuizen. Steeds meer organisaties laten weten dat zij het niet met de minister eens zijn. Volgens hen wordt hierdoor nog meer schade toegebracht aan het vertrouwen in de overheid. De enige manier om dat te herstellen is een nieuwe milieueffectrapportage.